allemaal en leuk dat jullie allemaal kijken naar deze nieuwe video. Vandaag zijn dus de regiokampioenschappen met Popeye en met Showtime. En ik ben dus net op stal aangekomen en ik ga nu Popeye helemaal wassen, want het is een schimmel. En natuurlijk is Popeye weer eens vies, dus ik moet hem nu nog even helemaal gaan wassen. Het is dus nu 9:50. Ik moet met Popeye dus om 2:55 en om 2:50 starten. En met Showtime pas rond 4:00, dus er zit ook lekker veel tijd tussen, super fijn. Showtime is natuurlijk gewoon op zijn eigen stal, dus ja, ik ben er zeg maar niet bij met Showtime klaarmaken, maar dat doen Jesselyn en haar moeder en het team eromheen. En ja, dan zien wij hun dus daar later op de locatie. Ik heb er echt onwijs veel zin in. Met Popeye gaan we natuurlijk set 2 starten en met Showtime in de klasse L2. Dus ik heb heel veel zin in vandaag. Nu ga ik snel Popeye pakken en dan gaan we die helemaal wassen. Hoi, ik ben Jorne en samen met mijn ponies Popeye en Londen beleef ik de leukste dingen. Beleven jullie onze avonturen gezellig mee? Nou, Popeye staat op de poetsplek, dus nu ga ik hem helemaal wassen. Popje is helemaal gewassen, helemaal, inclusief zijn hoofd. Hij krijgt even pepermuntje, als je dat wilt, ja. En nu ga ik dus even 10 minuutjes of een kwartiertje even lekker met hem stappen, alvast een beetje droog stappen. Hij heeft even lekker een zweetdekentje op, zodat hij daar even lekker onder kan drogen. Dus we gaan nu even lekker stappen. Inmiddels is het dus 10:00 en staat Poppy lekker te droog op stal. En heb ik hier dus de stallen gemest en het voer klaargezet. En nu ga ik dus even mijn hoofdstel en mijn zadel poetsen. Mijn laars heb ik gisteren thuis al gepoetst, dus dat zijn de enige dingen die ik hoef te poetsen. En dan ga ik Poppy klaarmaken. Dus dan ga ik zijn staart doen, hoefjes lakken en misschien nog even poetsen. Hij is natuurlijk wel gewassen, maar even met de mooie poetshandschoenen nog even overheen, dat hij extra mooi glimt. En dan komt daarna mijn moeder en dan gaan we knotten en dan gaan we vertrekken. Mijn trainster gaat dus ook mee, dus dat is super fijn. Die is hier rond 11:00, dus over een uurtje. En dan heb ik tegen die tijd wel mijn spullen gepoetst en Poppy al een beetje klaargemaakt. En dan willen we dus rond 11:15, 11:30 vertrekken. Dus ik heb er echt onwijs veel zin in. Maar ja, we moeten nog even de laatste dingetjes schoonmaken, want ja, mijn zadel was ook een beetje vies, want het was al dus super slecht weer. Nou, gelukkig wel lekker weer, dus alles zit nog een beetje onder de prut. Dus dat moeten we eerst nog even goed schoonmaken. Al mijn spullen zijn dus helemaal schoongemaakt. Ik heb dus even mijn sporen schoongemaakt en de bandjes gewisseld. Dus ik heb nu deze lakbandjes erop. Deze zijn ook heel mooi. Daar komt mijn moeder aan, hoor ik, de wagen. En kijk, mijn zadel is helemaal gepoetst. En natuurlijk weer met de mooie beugelhoesjes van Sissy Horse Design. Echt heel mooi. En mijn hoofdstel hangt daar, die is ook gepoetst. Die heeft nu deze frontriem om. Tada! Want ik ga vandaag ook in mijn dekje blauw met oranje. Dus dat is super mooi. Mijn moeder is er dus nu en dan ga ik nu gelijk deze spullen in de wagen leggen, zodat we niks kunnen vergeten. En dan gaan we dus beginnen met Poppy klaarmaken. Nou, Poppy is helemaal klaar voor. Kijk eens hoe knap die is. Hij heeft een beetje babyolie op zijn neusje. Mama heeft hem helemaal mooi geknot. En hij heeft de transportbeschermers om en we hebben zijn staart lekker uitgeplozen. Heel veel glansspray in gedaan. En een vlecht. En we hebben ook even ietsjes afgeknipt omdat hij een beetje lang was. Mama heeft hem net nog even lekker gepoetst. Dus we zijn er nu helemaal klaar voor. Dus ik moet alleen nog even mijn poetskoffer in de wagen leggen. En voor de rest hebben we alles. Dus ik heb er heel veel zin in. Hopelijk Poppy ook. Nou, hij kijkt wel blij. Nou, we zijn dus druk bezig met opzadelen. We hebben ons even aangemeld. En we zijn dus bijna helemaal klaar voor. Ik in ieder geval wel. Pop ook. Nog even de laatste dingetjes. We hebben vandaag dit dekje om van Lemieux met oranje randje. En heeft hij ook frontriem met oranje op. Dus, we zijn er nu helemaal klaar voor. Mama gaat hem eraf halen. En Kel is er ook gezellig. Kel en Kel. Dus we gaan nu lekker losrijden. Thank you.
zijn dus net klaar met rijden en Poppy heeft echt super goed zijn best gedaan. Het ging echt heel goed. Kel gaat snel weg. En mama gaat dus nu samen met Kelly en met Poppy lekker naar huis. En dan komt ze straks terug en dan heb ik om 3:30 dus met Showtime. Moet ik dan nog starten? Dus het is nu denk ik rond 1:15. Dus dat duurt nog wel even. Kunnen we even lekker wat eten. Maar in ieder geval ben ik super trots op Pop. Ik weet nog geen punten. Maar zodra ik dat weet, zal ik dat natuurlijk gelijk aan jullie vertellen. Doei. Bedankt iedereen. Kiel is er ook met mooie foto's. Losrijden. Het gaat echt super goed en Showtime is ook hartstikke braaf. Ze doen het super goed samen en dan mogen ze zo de ring in.
het Showtime proefjes gereden. Hij deed zo goed zijn best. Echt heel trots op hem. Nou, jullie hebben het denk ik wel gezien. Nu even afwachten wat de punten zijn. Maar ik mag sowieso met Pop naar het NK. Dus dat is echt wel super leuk. En nu hopen dat Showtime ook naar het NK mag. Zo, we zijn weer lekker thuis. En we hebben met Showtime natuurlijk ook de proefjes gereden. En die deed ook zo super goed zijn best. Echt heel gaaf. En ik kan jullie dus vertellen dat ik met Showtime en met Popeye naar het NK mag. Een betere dag had ik me niet kunnen wensen. Echt zo leuk. Echt heel blij. Popeye die was in de eerste proef gewoon tweede met 0,05% verschil. Dat is niet eens een halve punt, zeg maar. En in de tweede proef hadden we van één jury 69% en van die ander 61%. Dus ja, dat verschil was gewoon zo groot dat er een heel apart gemiddelde uitkwam, zeg maar. Maar evengoed waren we daar nog derde of vierde. Dus we hebben gewoon onze ticket voor het NK. We zijn dus overal derde geworden. En anders waren we gewoon tweede. En Showtime was in de eerste proef eerste geworden met bijna 68% volgens mij. En in de tweede proef was hij een beetje moe. Hadden we ook al wat juryverschil. Maar daar hadden we ruim 64% in. Dus daar ben ik heel blij mee. Helaas dat Lonnie natuurlijk niet mee kon. Maar die gaat van de winter ook lekker meedoen. En dan kan ze ook laten zien wat ze kan, hè Lonnie? Ja. Dus ik vond het echt een hele geslaagde dag. Er staan ook al een paar gave foto's op Instagram. Dus ga dat zeker even bekijken. En dan nu natuurlijk op naar de Nederlandse kampioenschappen. Iedereen heel erg bedankt voor het kijken. Vergeet zeker geen belduimpje omhoog te doen. En niet om te abonneren. Tot volgende week!